Het is geen rocket science om ogen sprekender te maken. En dat is wat er deze film gaat gebeuren. We gaan de ogen aanpakken. En dat doe je met het aanpassingspenseel. En dat vind je hierboven of onder sneltoets K. Als je erop drukt, dan krijg je gewoon een aantal instellingen. En het mooie is, omdat het een penseelachtig iets is, is dat we het lokaal kunnen doen. Ik zoom in naar 1 op 1. Dat is natuurlijk wel prettig. En met dit oog ga ik verschillende dingen doen. We gaan er ook verschillende kwasten maken. En om te beginnen ga ik gewoon eerst eens het gebied selecteren. Als ik de O indruk, dan kom ik in een soort verfmodus, zodat ik precies kan zien wat ik aan het schilderen ben. En ik ga gewoon even over de pupillen. Druk ik de O weer in. Dan gaat die maskermode uit en dan kan ik dingen gaan veranderen. Ik wil bijvoorbeeld de pupil een klein beetje donkerder. Nou, ik trek gewoon heel eenvoudig aan mijn belichting en ook een beetje aan de zwarte tinten en je ziet hoe donker mijn pupil wordt. Dat is één verandering. Ik wil er nog één doen. Dus ik ga vervolgens deze kwast sluiten en ik druk gewoon nog een keer op het aanpassingspenseel en ik krijg een nieuwe mogelijkheid. Nou, ik wil nu gewoon de kleur van de ogen een klein beetje aanpassen. Dus wederom druk ik op de O om mijn masker te openen. En voorzichtig kleur ik gewoon in het oog. Maakt niet uit als je nou te ver gaat, zeg maar. Je hebt ook de mogelijkheid om er dingen af te halen. Je hebt hieronder namelijk de opties voor je penseel. En daar zit ook de optie Wissen bij. En als je daarop klikt, dan zie je dat je borstel een minuutje in het midden heeft. En dan kun je weer dingen van je selectie afhalen. En als je weer terug naar A of naar B gaat, je kunt een voorkeuze maken. Dan kun je weer verder kwasten. En met de haakjes toetsen maak je ze kleiner of groter. Of natuurlijk hier rechts aan de slider. Nou, in principe kan dit ook wel. Ik druk weer op de O om het masker weg te halen. En ik ga ze een klein beetje lichter maken. Niet te veel natuurlijk. Dit wordt gewoon onnatuurlijk. Het gaat om kleine nuances. Ik haal het contrast een klein beetje op. De verzadiging haal ik wat omhoog en de helderheid een heel klein stukje zodat ze iets meer structuur krijgen en eventueel kun je nog wat de scherpte een beetje omhoog gooien en hou er rekening mee in dit geval overdaad schaadt hou het echt gewoon beperkt tot hele kleine dingetjes je kunt natuurlijk altijd nog terug maar eh, hou het gewoon beschaafd en vervolgens ook deze kwast sluit ik en ik maak een nieuwe aan ik ga weer verven. Door op de auto te drukken en mijn masker te zien. En ik ga het hele oogwit selecteren. En dit oogwit wil ik een klein beetje lichter. En dat doe ik heel geleidelijk door gewoon een klein beetje de schaduw omhoog te gooien. En een ietsje de witte tinten. En zo eenvoudig is het dus om ogen sprekender te maken. Kijk maar eens gewoon naar de before en after. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.